Hi. Een drempel over om te starten met schilderen. Echt, ik hoor het zo ongelooflijk vaak dat mensen moeite hebben om te starten. En ik wil je vandaag enkele tips geven om te starten met schilderen. Want schilderen heeft ongelooflijk veel voordelen. Het maakt je hoofd leeg. Je komt in verbinding met je innerlijk, wat er in je leeft. Je komt echt even helemaal in het hier en nu. En kan heel veel erin loslaten. Dus ik zou je willen zeggen, kijk eens eventjes mee naar wat ik hier ga doen. En ondertussen geef ik jou enkele tips om te starten met schilderen. Hele praktisch toepasbare tips, zodat jij vandaag nog kunt gaan beginnen. Ik zal de camera draaien en kijk maar eens eventjes mee. Nou, heel vaak is het zo dat mensen moeite hebben om te starten met schilderen, omdat ze het te groot zien. Nou, je ziet het, ik heb hier 3 kleine papiertjes opgeplakt en dat maakt dat ik heel klein kan gaan werken. Ik hoef nog niet eens als je... Nou, Facebook moet even geen meldingen geven als ik live ben. Dus je hoeft nog niet eens 3 papiertjes te nemen om te gaan starten. Misschien zeg je van, goh, ik zie het altijd zo groot, zo'n groot wit vlak. Ik kan er niks meer, het benauwt me gewoon. Start dan eens met een 1 klein papiertje. Nou, ik werk heel vaak met een paar dingen tegelijkertijd. Dat maakt het voor mij leuk om bezig te zijn. Maar als dat voor jou lastig is, start dan eens met 1 klein papiertje. En kijk eens wat je daarop allemaal kunt doen. En ik ga het jou dadelijk laten zien. En de tweede tip is dan ook, ga eens op papier schilderen en niet op een canvasdoek. Want vaak denken de mensen, voelen de mensen zich daardoor afgeremd. Het moet mooi zijn als je op een canvasdoek gaat schilderen. Nou, dat moet absoluut niet. Of je vindt het zonde om materiaal te verknoeien. Dat kan ook een remmende factor zijn om te starten. Nou, wat heb je nu nodig? Enkel gewoon een penseel. Nou, leuk. Heb je zelf wel eens moeite om te starten met schilderen? Laat dat dan zeker eens weten. Nou, je hebt dus gewoon een eenvoudig penseel nodig. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Een papier heb je nodig. Ik heb de achtergrond al helemaal blauw geschilderd, zoals je ziet. Gewoon van restjes verf. Dus als je het moeilijk vindt om te starten met verf schilderen, omdat je bang bent dat je allerlei materiaal gaat verprutsen, ga dan eens gewoon met je restjes spelen. Bewaar de restjes. Maak ze even nat. Doe ze met een folietje, met een huishoudfolie afdekken. En dan kan je de volgende keer weer zo aan de slag met jouw restjesverf. Dus dat zijn al een heleboel tips die ik je vandaag wil geven. Ga klein werken. Ga op papier werken. En werk de restjes op. Neem ook maar 1 penseel. Dan heb je geen keuzestress. Met 1 penseel kan je zoveel kanten al op. En ik ben natuurlijk benieuwd hoe dat voor jou is. Vind je het wel eens moeilijk om te starten met schilderen? Want het zijn vaak zo die stemmetjes in je hoofd die het jou moeilijk maken. Er is altijd een weg, een oplossing. Goed, de volgende tip die ik wil geven is, ga je eens focussen als je aan het schilderen bent. Als je niet weet, wat moet ik schilderen? Op 1 vorm. Dus misschien heb je vandaag zin om cirkels te schilderen. En zoals je ziet, ik ben nu ook met 1 kleur aan het schilderen. De achtergrond is blauw en wat ik aan het schilderen ben is rood. Dat kan ook een manier zijn dat je zegt, ik ga het kleurenpalet beperken. Dus er kunnen heel veel redenen zijn waarom jij het moeilijk vindt om te starten met schilderen. Dus ga dat voor jezelf eens bedenken, wat maakt het voor jou moeilijk om te starten met schilderen? Weet je niet wat je moet gaan schilderen? Ga dan dus starten met eenvoudige vormen te schilderen. Nou, ik schilder nu allemaal rondjes. En laat de perfectie los, want mijn rondjes zijn, zoals je kan zien, niet allemaal perfect rond. Dat moet niet. Het gaat om het plezier, om het ontspanning en dan nog iets wat ik heel veel hoor. Ik heb geen tijd. Er komt altijd iets tussen, ik heb geen tijd. Maar ja, het is altijd, geef er geen prioriteit aan. Dus kan je prioriteit geven aan
ontspanning, creativiteit, spelen, ontdekken. Dat is dan de vraag, hè? Kan je jezelf serieus nemen door jezelf toe te staan, te ontspannen? Door te gaan schilderen bijvoorbeeld. Nou, je ziet, ik ben met een heel eenvoudig kleurenpalet nu bezig. Rood, geel, achtergrond blauw. Die roze kleur heb ik met een beetje wit gemengd. En ik schilder alleen maar cirkels. En ik laat de perfectie los. En gewoon genieten van wat er ontstaat. Groot en klein afwisselen. Dus lukt het jou om het los te laten? Dat het mooi moet zijn? Dat het een kunstwerk moet worden? Lukt dat jou? Ik ben heel benieuwd. Ja, schilderen, dat is ongelooflijk belangrijk om dat eigenlijk regelmatig te doen. Als je voelt dat dat een medium voor jou is, dat je bij jou ontspanning brengt. Want hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat. Je kunt het vergelijken met yoga bijvoorbeeld. Als je de eerste keer yoga doet, dan doe je dat meer vanuit je verstand. Hoe vaker je dezelfde oefeningen doet, hoe gemakkelijker het gaat. En dat gaat dan ook weer... dan ga je weer een drempel over. Dan is het weer makkelijker om te starten, omdat je er al vertrouwd mee bent geraakt. Dus nu ben ik alleen maar cirkels aan het schilderen. En dat is gewoon super leuk. En ik zal je nog eens laten zien. Dan denk je, als dat dan opgedroogd is, dat hele blad vol met cirkels, als dat opgedroogd is, dan kan je daar een volgende keer weer mee verder. Dan ga ik jou dadelijk laten zien wat je daar nog allemaal mee kunt gaan doen. Een beetje blauw nog erbij. Nu kan je het zo vol maken als je wil. En dit is op ongeveer op een ansichtkaartformaat gemaakt. En als het dan helemaal klaar is, heb je direct een cadeautje voor iemand. Kan je iemand een kaartje sturen. Hartstikke leuk. Goed. Dat is de eerste fase, zeg maar. En wil je daar nu nog verder mee gaan? De volgende dag heb je nog eens een kwartiertje of 10 minuten over. Dan ga je er mooi in tekenen, of met een dun penseel, of met een stift of zo. Hier heb ik ook een focus gelegd op cirkels. En het hoeft allemaal niet moeilijk te zijn. Het hoeven niet allemaal kunstwerken te zijn. Gewoon genieten, spelen, alles is helemaal goed. Nou, ik hoop dat je dit... als je dit leuk vindt en dat het de drempel verlaagt voor jou om te gaan schilderen. Ik ga nog eens even de tips voor jou herhalen. Als je moeite hebt om te starten met schilderen, bekijk dan eerst binnen de kant van je hoofd, wat is de reden eigenlijk? Misschien is je oppervlakte te groot en moet je kleiner gaan werken. Misschien werk je op een canvasdoek en denk je van, oei, als ik het maar niet verpruts, ga dan op papier werken. Misschien weet je helemaal niet hoe te starten, waar je je focus moet leggen. Ga dan je materiaal beperken, een beperkt kleurenpalet, een beperkte vorm schilderen, zoals ik nu heb gedaan, enkel maar cirkels schilderen, met één penseel maar schilderen, dan beperk je de keuzestress. En zorg dat je prioriteit geeft aan jezelf om te ontspannen, plezier te maken en te genieten van schilderen. Nou, binnenkort weer een nieuwe video natuurlijk, om jou over de drempel te helpen om te gaan schilderen. Ik wens je nog een ongelooflijk fijne dag en tot later. Doei!